Een hele goede morgen. Ja, goedemorgen, hè? Ja, oh, mag ik niks zeggen. Oké, ik hou mijn mond dicht. Wat wil je zeggen? En dan gewoon niks zeggen, hè? Maar goed. Wij zijn klaar om dadelijk naar het ziekenhuis te gaan. Jordi heeft een afspraak bij de KNO-arts en audiologisch centrum. En dan gaan we even kijken wat we ervan kunnen maken, hè, jongen. Ja. Ja, ik weet het. En dan, best wel goed, is gewoon een ochtendje en dan gaan we weer naar huis. Ja. En als we dan weer thuis zijn, als het goed is, ben je dan aan het slapen. En dan kan mama jou een bedje leggen. Oh. Oh. Aboe. Ik ga heel eventjes zorgen dat ik de spullen in de auto heb. Even gewoon een boterhammetje voor mezelf smeren. En dan kunnen we zo gaan rijden, hè? Ja. Dus ja, misschien dat ik iets kan filmen in het ziekenhuis. Ik weet het niet. Wij zijn inmiddels alweer thuis. Jordi was in de auto slaapgevallen. Toen had ik hem in bed gelegd en toen was hij weer wakker geworden. En nou is hij lekker aan het knuffelen en aan het kroelen met mama. Ja, wil jij lekker aan het knuffelen en aan het kroelen met mama? En Jordi is weer horend verklaard, zo noem ik het maar even. Hij heeft testjes moeten doen en de KNO-arts heeft gekeken bij hem. En dat is allemaal goed gegaan. Hè? Veentje. Maar dan heeft hij dus niet lang genoeg geslapen. Dus hij is een beetje chagrijnig. Hij is een beetje chagrijnig. Oh. Ik ben een beetje chagrijnig, hè? Dus dan ga ik even verder met hem kroelen. En dan... zijn we gewoon lekker samen, hè? Ja. Mama die heeft al van alles gedaan gisteren. Dus dat hoeft ze heel veel ook niet te doen vandaag. Dat is fijn, hè? Ik kan mama lekker de hele tijd met jou knuffelen. Oh. Oh. Lekker knuffelen met die mami. Oh. Stiekem vindt hij dat heel erg lekker. Dus dan gaan we dat maar lekker doen, hè? Ik was weer thuis. We hebben samen lekker gegeten. Jordi had al gegeten toen ik thuis kwam. Want ik was nog even een omwerkertje gefietst naar de supermarkt. Ik heb hem nou in bad gedaan. En hij ligt al te slapen. Ik kan nou doen wat ik wil, maar hij wil niet meer wakker worden. Dus hij gaat zo naar zijn nest. En dan ga ik daar even sporten. En volgens mij gaat mama alleen nog beleggingen doen op de bank. Ja. Yes. Ja, dat moet ik zo doen natuurlijk, hè? Ja. Dus die gaat verder voor bankzaken en beleggingen. En op tijd mijn nest in. Mm-hmm. Dan wens ik iedereen een fijne avond, want ik denk... Ja, verder hebben we niet echt veel meer informatie voor vandaag. Nee. Dus dan sluiten we de dag gelijk hierbij af. Ja. Fijne avond. En alvast welterusten. Welterusten. Een hele goede morgen. Het is momenteel 9:30. Ik ben al vanaf 6:30 wakker. Maar hier slaapt er nog steeds iemand. Jordi. Jordi.
Wil jij wakker worden? Jordi. Jordi. Hey. Wil jij wakker worden, schatje? Wakker worden, hè? Volgens mij is hij ook een beetje verkouden aan het worden. Ben ik zelf ook. Mijn neus verkouden. Maar hij kan het hebben. Hè? Jordi. Goedemorgen. Hallo. Hey, meneertje. Zul je niet eens wakker worden nou? Het is een beetje laat al, hè? Jordi. Hi. Ik ga hem heel even uit bed halen. En dan ga ik even met hem wakker knuffelen. En dan ga ik hem zijn flesje geven. En dan gaan we even naar de winkel. Wij zijn inmiddels naar de winkel geweest. En we hebben een meldpijltje gekregen, hè, jongen. Normaal eet hij altijd een kwart croissantje op. En nu heeft hij hem op een paar stukjes na helemaal opgegeten. Dus ik ben trots. En nu krijgt hij lekker flesje. En gaat hij zo lekker zijn bedje in. Ik ben ook nog even naar de Zeeman geweest. En ik zal daar ook wel even laten zien wat ik heb gehaald. Maar nu eerst even deze kleine man lekker zijn bedje in proppen. Volgens mij slaapt hij al bijna. Nee, nog niet. In ieder geval, ik hoop dat hij zo even lekker gaat slapen. Jordi die slaapt nu net een uurtje. Eventjes lekker rust. Ik was dus naar de Zeeman geweest. En daar heb ik leuke shirtjes en een joggingbroekje en zo gevonden. En ik heb ook gelijk een trui voor zijn verjaardag gescoord. Die doe ik nu nog niet laten zien. Die krijgt hij aan met zijn verjaardag. Of wanneer we zijn verjaardag vieren, want hij is bijna jarig. Hij is Sinterklaaskindje voor de mensen die het nog niet weten. En het weekend erop doen wij met de mensen die wij lief hebben de verjaardag vieren. En... Dus de trui die ik heb gevonden voor zijn verjaardag, die laat ik nog even niet zien. Maar wat ik dus wel wil laten zien is, ik heb gewoon een paar leuke shirtjes gehaald. Leuke shirtjes / trui. Omdat ik toch iedere keer weer grijp naar dezelfde kleding. En sommige kleding past die dan weer net niet meer. Of ja, dus ik had zoiets van, hè. Hij heeft gewoon wat nieuwe kleding nodig. Dus ik heb, broek heeft hij genoeg. Maar ik heb gewoon wat shirtjes even gehaald. Zoals dit leuke kool truitje van Paw Patrol. Hij heeft nog nooit echt een kool trui aangehad. Maar dit is dan zeg maar wel iets om te proberen. Ik vond hem zo schattig. En ja, ik vond hem leuk. En dan heb ik ook twee effe shirtjes gehaald. Gewoon voor op een joggingbroek of... onder een vest of ja, hè. Een grijze en een donkerblauwe. En dan heb ik nog een leuke met een dino gehaald. En daar zit zo'n reflecterend, ik weet niet of je het kan zien, een reflecterend ding op. Met een hotdog en daar staat dan op, did you say hotdog? Dus ja, ik vond hem eigenlijk wel grappig. En dan heb ik nog één trui gescoord met rendiertjes erop. Ik vond hem zo schattig. Ik heb voor hem al een kersttrui. En ja, ik vond eigenlijk dat hij deze ook gewoon rondom kerst aan zou kunnen. Dus ja, tegen de tijd dat kerst is, kan hij er weer lekker bij lopen. Of ja, zitten in Jordi's geval. Ik heb ook een... gewoon een simpele joggingbroek zwart voor hem gehaald.
ook heel prettig om te hebben, vooral als je lekker over de grond heen kruipt. En ik heb wanten gehaald in zijn maat. Ik had al wanten gehaald, maar die waren iets te groot. Dus die kan die waarschijnlijk voor volgend jaar aan. En ja, ik vond deze wanten eigenlijk wel leuk, want hij heeft ook een groenachtige jas. Ik denk, ja, deze past hij mooi. Dus ja, dan kan hij weer even vooruit. Ja, dit is gewoon omdat hij het eigenlijk ook wel nodig had. Want zo heel veel truien heeft hij niet. En ik grijp toch gewoon iedere keer naar dezelfde dingen. En ja, hij heeft meer t-shirts dan truien eigenlijk, om het even simpel te zeggen. Dus ja, dan heeft hij ook weer wat nieuws en kan hij weer even vooruit. Voor de mensen die zich trouwens afvragen van wat heb je in godsnaam aan. Ik heb een heerlijke onesie aan. Ik ben ook gewoon zo naar de winkel gegaan met die jas aan. Ik denk bij mij, ik heb een scheid aan. Mensen die mij kennen weten dat ook. Dat het mij niet boeit hoe ik eruit zie. En vooral niet als ik niks speciaals te doen heb. En voor de mensen die zich afvragen hoe het gaat met mijn zwangere buik. Zover ik weet gaat het allemaal goed met het kindje. Ik heb volgende week weer een echo, een controle. Dat gebeurt allemaal in het ziekenhuis. Omdat ik een gastric bypass heb gehad. En daardoor willen ze alle controles in het ziekenhuis houden. En ben ik ook gewoon verplicht medisch te gaan. Dus ik ben verplicht om in het ziekenhuis te bevallen. Mits het natuurlijk in één keer anders gaat. Maar dan nog moet ik naar het ziekenhuis. Heeft op zich niks met Jordi te maken. Omdat hij down heeft. Kans dat dit kind down heeft, ja, dat is nog vooralsnog niet heel. Dus ja, vooralsnog gaat het gewoon goed. En Jordi die merkt wel aan mij dat ik wat dikker word. Want hij pakt meer mijn buik vast om te knuffelen. Dus ik heb zoiets van, nou ja, als jij vindt dat ik een teddybeer ben nu, dan doe dat maar. En ja, ik zal even mijn buik laten zien. Op dit moment groeit hij goed. En ja, vorig jaar zat dit helemaal los. Dat zit nu niet meer. Ik moest wel wat moeite doen om mezelf erin te hijsen. Want wat ik eerder niet hoefde, dat moet ik dan nu wel. Dus ja, vooralsnog gaat alles wel goed. En ja, ik kan niet zeggen van dat er iets aparts of zo aan de hand is. Mijn waardes van mijn bloed zijn goed. Alles is verder gewoon goed. Ik ben wel moe. Dat wel. Kunnen de meeste mensen ook wel aan mij zien. Vooral de mensen die mij kennen zien dit. Dichter is Jordi slaapt door. Dus ik heb gewoon een goede nachtrust. Alleen ja, ik ben gewoon extra moe. Nou, dat is nou eenmaal het nadeel als je zwanger bent natuurlijk. Dus ja. En nou ga ik even wat huishoudelijke dingetjes doen. En ja, Jordi wordt daar weer wakker. En dan zal hij wel weer soep nodig hebben. Ben je wakker? Ben je weer wakker? Wat je lekker geslapen bent. Wat je lekker geslapen? Ja, laat maar zien hoe goed jij kan klimmen. Laat iedereen maar eens zien. Ja! Oh, oké. Okay. Ja, nee, dat kan. Hey, lekker stukkie. Boom, 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 boom. Hij is acrobaatje aan het spelen. Oké. Okay. Oh, ja, nee, maar dat kan. Geef hem een kus. Jordi, geef hem een kus. Goed gedaan.
heb gewoon een kusje gehad van mijn schatje. Nee, 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 nee. Ik hou van jou. Jordi, ik hou van jou. Ik ga hem heel eventjes uit bedje halen. En even knuffelen. Mama moet altijd knuffelen met Jordi, hè? Dat is verplicht van Jordi. Ja, dat is altijd verplicht hier, hè? Mama moet altijd even met jou knuffelen van jou. Ja. En dan gaan we eens soepje eten. En dan is het alweer bijna tijd dat papa thuis komt. Ik was net begonnen met editen. En ik kwam erachter dat ik gewoon niet meer gefilmd heb sinds dat Jordi wakker is. Oh. Ja. Wat we allemaal gedaan hebben. Nou, uiteindelijk heb ik soep gegeven. Uiteindelijk ben ik eten gaan koken. Niels is thuis gekomen. Lekker met Jordi gespeeld. Ja. En het was straks wel heel mooi met spelen. Jordi was heel enthousiast. Ik heb het niet gefilmd. Want als ik op dat moment weg was gelopen, was ik het moment met hem kwijt. En het had er wel een beetje mee te maken met zijn vooruitgang, zeg maar. Dat ik daarmee bezig was. Hij heeft denk ruim 3 kwartier, heeft hij met mij gewoon gezeten en hebben we zitten spelen. En jij was op dat moment even niet, je was even weg. En het was echt zo apart. Hij was gewoon tegen mij aan het brabbelen en aan, ja, eigenlijk gewoon aan het lullen eigenlijk tegen mij. Op een gegeven moment had ik een speeltje. Hij heeft ook in bed heeft hij zo'n speeltje. Dat trekding, zeg maar, waar dat liedje uitkomt. Ja, die aap. Ja, die hebben we ook in de box heen liggen. Met een muziekje erin. Ja, en die had hij op een gegeven moment, had hij die. En hij had dat beestje zo vast. Zo van, dit is van mij. Dit is gewoon echt van mij. En dat was zo mooi om te zien. Maar ja. Uiteindelijk komt dan weer het moment dat je de luier gaat doen en een flesje gaat geven. En toen ben ik, toen hij eenmaal in bed lag, ben ik de was gaan doen. Niels is ondertussen thuis gekomen en ja. Hij is wel flink aan het spelen sinds dat de drempel uit de box is. Ja, sowieso. Dat sowieso. Maar ik heb echt, wij hebben dan, dat zullen jullie wel vaker al gezien hebben. Een hoe noem je zo'n ding? Luchtkussen? Nee. Ballenbak. Een ballenbak. Opblaasbare ballenbak. Een opblaasbare ballenbak hebben we daar staan. En daar zit allemaal speelgoed in. Dus ik ben op een gegeven moment één voor één dat speelgoed eruit gaan laaien met hem samen. En als hij het niet wou, dan duwde hij het gelijk weg. En wou hij het wel, dan ging hij er even mee spelen. En dus ook met dat aapje. En dat was zo aandoenlijk om te zien. Maar ja, hè. Als ik had opgestaan en het had willen filmen, dan had het mijn hele moment weg geweest. Dat is gewoon zonde. Maar daar heb ik heel erg van genoten. Maar goed. Ik ga heel eventjes verder editen nu. Morgen moeten we weer naar het Radboud. Dan gaat Niels mee. Ja. En ja. Dus ik ga dit nu editen en dan gaan we denk ik naar bed. Ja, goed plan. Dus bij deze gaan we de vlog afsluiten. Morgen weer een nieuwe, toch? Ja. Welterusten allemaal. Welterusten.